Het is een van die zeldzaam prachtige herfstdagen. En voor we toe zijn aan de onvermijdelijke verkeersinformatie, is hier wat prachtige muziek om deze heerlijke dag mee te beginnen. Wat ben jij nou aan het doen? Ja, wat denk je? Zorg jij nou maar voor de bagage. Ik ben onze zoon vast. Je gaat hem toch niks vertellen, hè? Wacht in godsnaam tot we thuis zijn. Oh ja? Je wil hem natuurlijk liever zelf de vernielingen helpen, hè? Als man tot man. Het is 7:30 en de hoogste tijd om over te schakelen naar de verkeerscentrale in Driebergen. Arend, vertel eens, waar staan de files vanmorgen? Dank je, Arend, nu even niet. Linda, ik heb ontbijt voor je gemaakt. Ik heb geen zin in ontbijt, ik wil slapen. Lin, ik heb iets ontdekt van je. Je snurkt. Wat? Ja, echt waar, ik het is geen gehoor. Ik heb nooit in mijn leven gesnurkt, Arnie Albert. Maar reken maar van Jesse, je maakt van die fluitgeluiden bij. Ja, zo kan het wel. Genade! Hé, hey, niet doen! Niet doen! Hallo? Hey, mam. Goedemorgen, lieverd. Was je al wakker? Wakker? Ja, natuurlijk ben ik al wakker. Ik ben ook al aangekleed. Ik sta net mijn ontbijt te maken. Zeg, hoe is het weer daar bij jullie? Ik ben weer terug, Arnoud. Ik sta nu op het vliegveld. Het vliegveld? Welk vliegveld? Schiphol? Jezus, ze staan op Schiphol. Ik ben blij dat je nog te pakken krijgt. Arnoud, je vader en ik willen vanavond even met je praten. Tijdens het eten of zo. Vanavond, ik had eigenlijk al een afspraak. Nou, zeg het alsjeblieft af, liever. Het is echt belangrijk dat we even praten. Is pa er ook? Nou, die staat op de bagage te wachten. Mam, wat is er gebeurd? Waarom zijn we zo vroeg terug? Nou, je hoeft je echt geen zorgen te maken, maar als je dan vanavond niet kan, kun je dan nu niet even wachten tot we thuis zijn? Ik moet nu weg, maar ik ben er vanavond wel. Nou, dag mam. Shit, ze zijn terug. Ze zouden een week wegblijven, dat hadden ze beloofd. Nou, gelukkig dat ze nog vanaf Schiphol belden. Stel je voor dat ze binnen waren gelopen terwijl wij hier in hun bed lagen. Nee? Ja, wat nu? Ze zijn terug. Ik denk dat je weg moet, Lin. En ik heb tegen Simon gezegd dat ik bij Annette zou logeren. We zouden 3 dagen en 3 nachten samen zijn, Arnie. Dat heb je beloofd. Ik weet het, Linda. Het is mijn fout. Het is allemaal mijn fout. Ach. Zeg maar dat jullie ruzie hebben gekregen of zoiets. Verzin maar wat. Het spijt me, schatje. Echt waar. Nou, ga ik maar, hè. Nou, ik zie je wel op school. Ik ga de douche.